En ik heb iets meegemaakt op mijn werk. En dat is, ik was aan het werk op een moment. En toen... Super tof dat je kijkt naar Groen Heel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al richting werk toe, want ik ben één ding ben ik vergeten. Ik vlog nu met mijn telefoon. Ik ben mijn kaartje geheugen. USB-kaartje vergeten van mijn camera. Ik heb camera bij me, maar de simkaart niet. Dus dat is wel een beetje jammer voor mij en heel erg slim. Maar ja, ik kan niks aan anders doen. En ik vlog nu mijn telefoon. En wat ik eigenlijk trouwens heb gedaan is vandaag even veel lopen editen. En ja, dat heb ik even gedaan. En nu ben ik ook richting mijn werk naartoe gegaan. En ik ga lekker werken. Daarna vanavond met de groep eten zoals altijd. Want ik ben eigenlijk vandaag heel veel wezen editen eigenlijk. Ik had heel veel te editen. Want ik heb een paar dagen echt niet geëdit. Dus dat moest ik allemaal inhalen vandaag. En als ik even met mijn camera beweeg, excuses ervoor dat ik met mijn camera beweeg. Want ik vlog met mijn telefoon en dat is een beetje wennen voor mij. Vandaar. En nu maar richting... En ik ben thuis. Ik heb al lekker met de groep gegeten. En heerlijk lekker muziekje luisteren. En ik heb iets meegemaakt op mijn werk. En dat is, ik was aan het werk. Op een moment. En toen werd ik, ging ik met mijn kar. Zo, pardon. Het eten komt een beetje omhoog. Ging ik met mijn kar naar de collega van me toe. Heet Judith. En daar ging ik kar een beetje voor de grap, een beetje plagerig. Ging ik daar naartoe. Ik ging de kar terugbrengen, natuurlijk eigenlijk, maar toen deed zij de deur dicht en toen zei ze, wist je eigenlijk ook dat je van buiten de deur kan openmaken? Nee, niet. Want wij hebben dat geprobeerd en wij zaten van voor de deur bij mijn werk, echt ongelooflijk. En stonden we buiten. Ja. Ik dacht even, en nu? Judith, wat doe je nu? Dus collega, wat doe je nu? Judith weet, ja, ze weet ook, ik heb tegen haar gezegd, ik ga dit melden natuurlijk in de vlog. En ik weet niet of ze het zeker weet, maar wat ik zeg, meen ik soms wel, soms niet. Soms moet je mij niet te serieus nemen, zo ben ik ook. Maar, dat wil ik even kwijt. Ik ga nu maar, dat is dus het verhaal, echt. Ik heb toen in de deuk gelegen. Letterlijk in de deuk. En ik zie ineens een auto. En lijkt op mijn vaders auto. Maar denk van niet. Nee, het is niet mijn vaders auto. Maar ik ga nu even lekker even eten laten zakken. En ja, nog een paar dagjes voor mijzelf. 3 dagen werken. Voor jullie ben ik eigenlijk al op de camping. Dus dan weten jullie ook dat er nog 2 vlogs nog aankomen. Dan weten jullie dat ook. En wil je in de gaten houden op media, staat hier beneden, link in de beschrijving. Dan kan je me elke dag volgen wat er aan gaande is in mijn Instagram story. Sorry, excuses dat ik er dan niet gevolg. Ik ga er elke dag nu even melden. Als ik op de camping ben, ga ik niet vloggen. Maar ja, dat is de eerste keer dat ik trouwens eigenlijk Sanne ook zie. En ik heb lekker wasje opgehangen hier zo. En ik ga, nu heb ik nog wasje en dat is de handdoeken weer. Die heb ik lekker opgehangen en ik heb even snel even afwas gedaan. En nu maar lekker relaxen ben ik al de hele tijd achter de computer YouTube bekijken. Maar ik vind het verhaal van mijn collega echt ongelooflijk mooi. En ik begin al een beetje aardig donker te worden. Ik vind dat zo mooi om eigenlijk dat het donker aan te worden is. Best wel mooi gezicht. Ik hoop dan eigenlijk in de vakantie dat ik dat ook heel goed kan zien. Ik hou er ongelooflijk van als dat je ziet dat de zon ondergaat. Ik vind het echt ongelooflijk mooi. Maar ja, nu maar even lekker verder YouTube kijken. Ik ga denk ik even lekker snacken. Lekker een stroopwafeltje. Dat heb ik in Gouda gekocht. En ja, nu maar even lekker relaxen. Dus we gaan kijken of hier wat snackjes. Ja, ik heb hier ook wat snackjes. Oké, okay, weet dat ook. En dan nu maar klaarmaken om lekker verder te doen. En lekker de rest van de was op te hangen. Ik heb ongelooflijk een leuke dag van gehad. Morgen ook wordt door een leuke dag, al moet ik werken. Maar ja, hou me in ieder geval, wil ik ook al bij zeggen. Ik ga op vakantie, natuurlijk binnenkort. En ik kreeg al reactie
van... Want ik lees altijd reactie, vind ik altijd leuk om te horen. Te zien sowieso. En toen zag ik al reactie voorbij komen, vind ik leuk om te horen. Toch ga ik daarop in. Ben je lekker hyper? Bijna vakantie zeker? Ja, misschien is het daardoor. Ik zou het eigenlijk zelf niet weten, maar ik vind het wel een leuke reactie. Of ben je hyper? Ga je bijna op vakantie? Ja, dat wel natuurlijk. En ik kijk er nu al naar uit. Ik heb er nu al zin in. Het is al 12 uur geweest en ik zit nu lekker relaxed achter de YouTube te kijken. En zo te kijken, YouTube te kijken en zo. En ik heb laatste wasje opgehangen. En ik ga klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan, denk ik. Al is denk ik korte vlog. Ik ga lekker naar mijn bedje toe, de gordijnen dicht. Naar mijn gordijnen toe, lekker gordijnen dicht te doen. Want morgen weer een dag. Al lekker sokken uit, lekker schoenen uit. Oh, dat is even lekker. Tot nu toe. Dan ga ik lekker dicht gooien. En ik ga het lekker vlog afsluiten. En ik zit iets te kijken dat iets voor staat. En dan ga ik lekker nu lekker pitten. Ja, morgen weer een dag. En heerlijk lekker slapen. En morgen, wat ik al zei, weer een dag. En dan ga ik lekker weer wat. Weer nog een paar dagjes werken. Het is hier ook pokkens benauwd. 24 graden gewoon. Dit is niet anders. En nu lekker pitten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben lekker langs Arie en ja, langs Arie geweest. Was super, super gezellig. En nog bij mijn oma geweest, was super gezellig. Ik ben nog uitgenodigd om mee te eten. Super gezellig, lekker lopen kletsen. Net even het programma gekeken.